Floor. Ja? Het is jouw beurt. Het gaat over een onderwerp dat met je ouders te maken heeft. Ja, ouders kunnen, zoals ik het geluk heb gehad, een prachtig voorbeeld geven in hoe het moet in de liefde. Ja. Maar dat lukken niet alle ouders, helaas. Dus jij hebt daar een liedje voor geschreven. Kun je wat vertellen? Want ik denk dat je weet over welk liedje ik het heb. Dit is het liedje van de liefde, weet ik niet. Ik heb dat liedje samen met Glenn Faria geschreven. Het was namelijk vanuit twee perspectieven. Vanuit een vader en vanuit een zoon. En dat was precies de periode in waarin ik niet zo goed wist. En het kwam ook daardoor wie ik was. Waarom ik er was en wat ik moest doen. En toen ik dat met Glenn schreef, toen viel voor mij echt het kwartje. Van dit moet ik doen, dit moet ik zingen. En ouders die uit elkaar gaan is nooit een leuk ding. Ik heb dat niet meteen verwerkt. Ik heb dat heel lang uitgesteld. En ik heb allemaal dingen, manieren gezocht om het weg te zetten. En sinds kort ben ik eigenlijk pas daarvan af. Maar het is de hele tijd niet goed met mij gegaan. Nee. En sinds nu anderhalf jaar. Eigenlijk sinds ik mijn vriendin heb, gaat het pas weer goed met mij. Maar zij heeft hetzelfde. En zij zei, de manier is niet om het van je af te zuipen. Laten we even kijken naar jou. Want ik weet alles over rijkdom. En ik weet veel over geluk. Ik weet ook wel hoe de pijn voelt als het weer een keer niet lukt. Ik weet alles over blijdschap, misschien meer over verdriet. Maar van de liefde weet ik niets. Zo goed, man. Ja, ik weet je, dat vind ik zo bijzonder. Mm. Je bent al verdorie zo jong, je schrijft dit soort liedjes. Ja, wat gaat er nog komen? Weet je? Ja, precies. Dat hij over een paar jaar kan schrijven dat hij er wat over geleerd heeft. Ja, en dat hij hele mooie ervaringen heeft. Dat hij aan het einde van zijn leven kan vertellen tegen misschien wel zijn kinderen. Zo moet het. Dat zou het mooie verhaal worden. Ja. Maar voor nu dus zijn we nog niet. Ik heb hem een beetje in mijn versie natuurlijk weer een draai gegeven. En ik hoop wel echt dat je het mooi vindt. Want het is inderdaad een prachtig nummer. Dus ik hoop dat ik het eer in ga doen. Oh, geweldig. Dit nummer was natuurlijk wel heel emotioneel voor hem, dat wist ik al wel. Maar doordat hij daarover begon te praten, ja, toen schoot hij meteen in de emotie van dat alles natuurlijk. En ik vond het bewonderenswaardig open allemaal wat hij vertelde. Floor heeft gekozen voor een liedje dat over de echtscheiding gaat van de ouders van Ruben. En dat, dat heeft een enorme impact gehad. Hij is daar eigenlijk nu pas overheen. Dus dit zal echt inslaan als een bom. And I also feel the sting.
Oh, mijn god. Ah, het is toch absurd hoe je alles beter maakt, hè? God. Dat kan niet, lieve. Maar god. Het is gewoon een prachtig liedje. Oh, wow. Kun jij verhalen vertellen? Oh, mijn god. Zijn we alle drie te janken, hè? Ja. Het is allemaal jouw schuld. Ja. Sorry. Ik kon hem niet al te veel aankijken, want hij voelde zoveel. Het straalde gewoon vanaf die bank naar mij toe. Zij heeft er zoveel emotie in gelegd. En ze heeft zich zo ingeleefd in de tekst. En nou, je zag het op de bank. Samantha, Henk. Ik ben ook een kind van gescheiden ouders. Het heeft bij mij een stuk langer geduurd voordat ik het overheen was. Ik heb heel lang als jochie van 6, 7 lopen zoeken naar die liefde. En dan gaat Floor zingen van de liefde weet ik niks. Nou ja, dat komt binnen als een kruisraket. Bang. Kijk, dat je als twee volwassenen niet meer samengaat, dat is. Maar de kinderen zijn zo ontzettend dupe en dat heeft Floor zo mooi vertaald. Prachtige woorden uitgekozen. En dat raakt me heel erg, omdat ik natuurlijk naar mijn kinderen dat ook heel erg zie. En dadelijk misschien ook te horen krijg wat voor impact dat heeft op hun leven, op hun toekomst. Het kwam zo binnen, terwijl ik gelukkig ook ouders heb die nog bij elkaar zijn. En dan zie je hem huilen en denk je, ah, kon ik het maar voor je oplossen, weet je. Maar ja, Floor heeft het fantastisch gedaan. Maar goed, dat, ja, dat weet je bij Floor. Hoe was het voor jou, Floor, om dit te zien? Ik vond het echt een uitdaging om er iets van te maken wat het eer aandoet. Zeker gezien de betekenis ervan. En om me erin te kunnen verplaatsen. Zoals ik eerder vertelde, heb ik het geluk gehad wel bij gelukkige ouders opgegroeid te zijn. Die nog steeds gek zijn op elkaar. En het hielp me wel om het in het Engels te kunnen doen. Daar ben ik toch meer aan gewend. Mijn zusje heeft ermee geholpen, dus het is toch binnen familie gebleven. Dus Irene, bedankt. En ook wederom door de fantastische band groeit zo'n gevoel. En aangezien jij zo'n verhalen vertellen bent, ben ik vandaag heel blij dat ik het zo heb kunnen vertellen aan jou. Prachtig. Dat is echt heel niet normaal. Prachtig. Dat was niet normaal, Floor. Ja. Het is echt... Fijn, dankjewel. Ruben, jij bent...